De tweede groep repatrianten uit Nederland is gisteravond omstreeks 6:30 aangekomen in Suriname. Zoals bij de eerste vlucht zijn alle regels in acht genomen om besmetting met of verspreiding van het virus te voorkomen. Meteen na aankomst op de Johan Adolf Pengel luchthaven mochten de mensen in kleine groepen door de immigratie. Hierna zijn de repatrianten voorzien van voeding en drank. Onze nieuwsdienst was ter plekke en moest zich ook strikt houden aan de opgelegde maatregelen. De repatrianten mochten niet duidelijk in beeld gebracht worden. Filmen mocht alleen vanuit een grote afstand. Na de afhandeling op de luchthaven zijn de mensen vervoerd naar de verschillende hotels die dienen als quarantaineplekken. Alle repatrianten gaan 2 weken in quarantaine. Op deze vlucht zaten grotendeels personen die tussen 14 en 17 maart terug zouden keren naar Suriname.